In cultuurhuis Noah Bers in Dinxperlo is vrijdagavond een benefietconcert georganiseerd. Dit om geld op te halen voor de stichting Wensambulance Oost-Nederland. Vandaar ook de naam Concert for Dreams. Wel. Het is een concert voor mensen die nog een droom hebben, die nog iets graag willen doen. En dat proberen we dus vanavond eigenlijk te verwezenlijken. Met een hoop vrijwilligers, muzikanten, noem maar op. Het is gewoon gigantisch wat hier op de been wordt gebracht. Wensambulance Oost-Nederland vervult nu ongeveer 200 wensen per jaar. Om deze wensen te kunnen uitvoeren is het volgens voorzitter Saïd erg fijn, maar ook nodig dat er acties zoals het benefietconcert zijn. Fantastisch, je krijgt echt koude rillingen van. Geweldig dat andere mensen bezig zijn om ons de gelegenheid te bieden, financieel gezien, om de wensen in vervulling te brengen. Iedereen is vrijwilliger, dus niemand krijgt, is besoldigd, niemand. Maar elke wens kost geld, dus vandaar dat we geld nodig hebben. Door middel van de kaartverkoop voor het concert en het veilen van bijvoorbeeld kunstwerken of boeken hoopt de organisatie een mooi bedrag bij elkaar te krijgen. Wij hebben een heleboel muzikanten en mensen bereid gevonden, ook kunstenaars, die een schilderij, cd's, allemaal ter beschikking stellen. En daar is dus ook al op geboden. En alles wat binnenkomt, of het nou intree is of schilderijen, noem maar op, alles gaat naar de Stichting Wensambulance. Ook na het concert is het nog mogelijk om te doneren of om spullen uit de veiling te kopen. Het is niet alleen vanavond, we gaan dus ook zeg maar met de andere zaken die hier verkocht worden, gaan we dat doen. Maar het zal nog een aantal maanden duren voor we helemaal klaar zijn. De voorzitter geeft aan dromen te hebben voor de toekomst. Wij in staat zouden zijn om meer wensen uit te voeren, heel veel wensen.